Jan, hoe heb jij vannacht geslapen? Ja, dat is een vraag die ik vaker gehoord heb vandaag. En ja, dat antwoord is een beetje onrustig. En ja, een uur of vier en ik kwam behoorlijk brak mijn bed uit. Hoe vaak is de film van gisteren al door je hoofd gespeeld? Ja, al een paar keer. Ik word ook wel steeds op de feiten gedrukt met ja, media-optredens waar ze de beelden nog even laten zien. En dan, ja, dan komt het wel even hard aan natuurlijk. Kun jij ons daar nog meenemen in dat moment? Wat ging op dat moment door je heen dat je over de finish komt en je ziet die één achter je na? Ja, dus totale euforie. Ja, dat is echt super bijzonder. En dan, ja, dan word je van de wereld afgeslingerd en dan is het allemaal even heel erg moeilijk als je dan toch tweede wordt. Want kan jij nu al een beetje blij zijn met toch een Olympische zilveren medaille? Ja, ik zou het moeten zijn ook. En ik ben trots op mezelf dat ik alles heb gegeven en ik heb gepiekt op het juiste moment. En ik heb supergoed geschaatst en wat dat betreft kan ik mezelf niks verwijten. Alleen, ja, zeker het feit dat je eerst eerste bent en dan toch niet, dat maakt het wel heel erg zuur. En ja, ik moet gewoon nu gewoon genieten van mijn tweede plek. En dat is soms lastig, maar er zijn ook momenten dat ik daar gewoon hartstikke trots op ben. En dan ben je ook nog jarig vandaag? Ja, helemaal feest. 27 jaar, ja. En is dat ook, het lijkt me ook vreemd om op deze manier te moeten vieren? Ja, ik ben vrij druk geweest nog nu en ja, ik voel me nog niet heel jarig. En ja, het is wel bijzonder om het trouwens tijdens de Olympische Spelen te zijn. Als je terugkijkt nog even op die 500 meter, het is natuurlijk wel uniek wat Nederland hier heeft neergezet op de 500 meter. Ja, absoluut. Michel en Ronald die rijden gewoon allebei supergoeie races. En wij als Nederlanders laten zien dat we gewoon een sprintland aan het worden zijn. Buiten de oranje sweep op de 5 kilometer pakken we ook de 500 meter. En dat, ja, dat is ongekend voor Nederland. En ja, daar mogen we met z'n drie ook trots op zijn dat we dat gepresteerd hebben. Ja, absoluut. En we kunnen ook niet meer zeggen dat schaatsen saai is. Nee, absoluut niet. Het is, ja, maar dat heb ik nooit gevonden. Maar die 500 meter is zeker zo spectaculair. En ja, je weet het pas blijkbaar een paar minuten nadat je gefinished bent of je nou gewonnen hebt. En wat dat betreft is het een rollercoaster, maar het is wel promotie ook voor de sport. En ja, en ik vind het gewoon mooi hoe Nederland meeleeft met ons. En ja, wat ik op Twitter lees en berichtjes die ik krijg, dat is wel echt heel gaaf hoe Nederland meeleeft. Dank je.